En level 20. Hey! Wow! Oh, jemig! Wat was dat dan? Ja, een of andere kleine troll. Ja. Gasten met bogen staan hier. Dat is een beetje irritant. Hup, 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 hup. Hier zou ik hem met een boog. Maar mijn zwaard, jongen. Twee klappen en een hat sikkievlas. Weg ermee. Volgens mij gaan we zo meteen magma tegenkomen. Dat zou leuk zijn, want we zitten nog steeds ondergrond. Zie je dat? We zitten nog steeds echt waanzinnig ondergronds. Dus we zitten gewoon in de mijnen nog. Weet je, dat wil ik ook gewoon. Dit soort wereld, zo'n wereld zelf. Ik wil het ook kunnen maken. Voor mij hebben we hier de knop om magma op te roepen. Tenminste, als het net zo gaat als met kapitein... Huk. Kapitein Huk. Yep. Magmo, de Nightmare Breeder. Nou, als we er klaar zijn, dan kunnen we hem oproepen. Eerst even hier kijken wat hier voor... Ik vind die gast zijn ribbenkast cool. Je ziet zeg maar de dwars daarheen. Wat zit dan? Kunnen we hier tegenop, tegen het water? Ik ga even kijken of ik er tegenin kan zwemmen. Het is wel lekker als hier wat is. Misschien is het ook niet zo. Het is allemaal zo allemachtig donker. Normaal gesproken had ik al 100.000 fakkels neergeknald. Nou, ik snap dat wel. Ik heb ook echt steeds de neiging om twee en dan met rechtermuisknop. Twee is het met mijn fakkels altijd onder. Volgens mij moeten we magma aanpakken. Hebben we even wat eten nog? Ja. Nou, als die wapens slijten wel een beetje. Ze slijten langzaam, maar ze slijten wel. Ik ga denk voor de gelegenheid even mijn helm opzetten in plaats van mijn kroon. Oh, ik heb echt een mega zwaardje, de Rune Steel. Oh, die gaan we even pakken. Oh, die heb ik ook. Hoppakee, mooi blauw glimmend zwaard. Yes, ik ook. Ik heb er twee. Nou, waar is die knop nou? Oh, daar. Nou, ik zou erbij. Even kijken. Je hebt een ander pakje weer aan. Is die beter die je nu aan hebt? Dat jouw borst... Ja, ik verkleed me gewoon voor per gelegenheid. Ik hoor spelen. Oh nee, oké, okay, prima. Nee, precies, je bent voor de gelegenheid gekleed. Heel netjes. Heel goed. When you're ready. Misschien worden we weer gezapt. Dat zou maar zo kunnen. Ik denk het. Ja. Laat ik aftellen. Doe maar vanaf 3. 2. Nee, hoogst op. Oh, vanaf 3 zou je doen. Nu gaat het mis. Je begon te tellen bij 2. Oh, dat zijn spinnetjes. Anders moeten we jou hebben. En zo'n klein trolletje. Of is dat magma? Oh, dit is magma hier. Oh, kijk, magma is gewoon. Ja, magma hoeft niet een magma kubus te zijn. Oeh, spinnetjes. Spinnen. En een trolletje. Oh, trolletjes zijn lastig. Kom op, man. Op, weg. Ophoepelen jullie, opgehoepeld. Hier weer zo'n kleintje. Zo, dit was een... Hé, nu nog eentje. Lijkt wel een soort van... Ik heb nog geen cd opgepakt, dus volgens mij hebben we nog niet de eindbaas te pakken. Ik denk dat dit zeg maar een soort van voorhoede is. Prelude. Oh, mooi gezegd zeg. Oh, hoop jij eens op. Dit zwaard is wel echt fantastisch. Hier is... dat is niks. Wat gebeurt hier nou? Oh, die kleine trolletjes, hè? Rotzakjes zijn dat. Ja, dit is wave 1, hoor, wat we hier nu zien. Dat kan niet missen. Die komt straks niet zo heel goors aan. Volgens mij activeren wij ook steeds spawners ofzo. Ja, maar het kan niet zo zijn dat we nu niet... Oh, wat is dat dan? Dat met dat water. Was dat net ook al zo? Hier? Ja. Doe daar niet in. Hier, ik ga erin. Oh, ik ook. Ah. Oh, dit is heel donker. Oh. Wat vet zeg. Ik zie geen hand voor ogen, zie je dat? Ik kan me echt twee blokken ver kijken. Okay, mijn moeder komt nu online. Die gaat mijn handje vasthouden. Dit durf ik niet. Oh jee, wat is dat gaaf. Ja. Wow. Oh, dat ben jij. Jee, maar wat is dit cool zeg.
Dit is echt de meest bijzondere kaart die ik gespeeld heb. Wat is dit vet? Ja, ik ben bang dat ik over aflazer. Ik ben gewoon een scheiter. Ik loop wel even gewoon zo. Beetje mannelijk. Ik weet niet, zie je mij nog ergens? Ja, je bent doorgelopen. Ja, nee, ik loop weer terug. Ah, daar ben je. Is hier ergens grote magmo? Nee, we moeten deze kant op. Wat? Waar jij vandaan komt. Oh ja, dat is... Jemig, wat is dit vet. Nee. Jij loopt nu weer helemaal terug. Nee, je bent begonnen. Ja, kom maar. Loop jij maar voor, ben je? Hier. Ik weet niet waar hier is. Hier. Oh ja, oké, here go. Ja. Oké, let's go. Echt serieus, ik verdwaal zo al heel makkelijk. Laat staan in het donker. Volg maar. Yes. Ik volg het nog steeds. Ik zit even vast in een spinnenweb. Wacht even. Ben je daar ergens? Waar ben je? Daar ben je. Dit is een beetje het einde. Of niet? Oh nee, wacht. Oh, hier zijn heel veel spinnenwebben. Dan zijn we vast in de buurt. Als we die mogen kapot maken, dan zit het wel goed, denk ik. Hey, wat zou magma voor beest zijn? Of is het een spin? Dat is vast een spin of iets. Ja, dat zou ook heel goed kunnen hoor. Oh. Maar wel met superkrachten. Oh. Kijk, dat is van een knop waar. Oh. Hier. Oh jee, maar hier zit echt een steek hier, hè? Vet cool. Oh, destruction in 5 seconden. Ik loop even terug. Oh, waar zijn we nu? Is dit magmo? Is dit magmootje? Oh. Dit is magmo niet. Oh, het wordt weer licht. Oh, we zijn er weer. Er is een portal geopend. Oh, die andere is nu open. Nee, dit blijft doorgaan. Zullen we erin gaan? Even die kleine trolletjes afmaken. Dat spinnetje ook. Hoepel op, spinnetje. En hoepel op, magmo cubus. Kijk. Zet het even uit. Zo. Even wat eten ook. Wat heb ik hier? Hey, ik ben dood. Ik begin hoop ik hier. Ja hoor, wat is dit goed geregeld. Wat is dit goed geregeld? Niks rage quit. Nee hoor. We beginnen gewoon opnieuw. Als we doodgaan. We beginnen gewoon weer hier. Met de levels die je hebt. En zo hoort het. Oh. Ja, ze blijven spawnen. Misschien moeten we inderdaad... misschien moeten we inderdaad door die portal gaan. Yeah. Hey. Hup. Nu? Zo. Weer zo donker. In een andere kerker. Maar ben jij er ook? Ja. Oh! Hoepel eens op, trolletje. Oh, ik kom er achteraan. Ik ben nu... ik word er vanaf geduwd. Met boefjes. Ah, daar ben ik weer. Word er vanaf geduwd, hou ik shift ingedrukt. Waar ben je? Ik ben weer terug. Ik ben weer naar die poort gelopen. Ja, je bent er ook weer. Wat had jij jongens? Oh, wat zijn ze snel! Ik heb het nog niet te geloven! Oh, maar ze zijn ook heel sterk, man! Gewoon 2 klappen, hè? Oh, ik heb misschien moet ik even mijn pakje aan doen. Hé, hey, hou ze op! Je kunt nergens meer naartoe, joh. Blindheid. Oh, we hebben blindheid. Oh, dat is ons. We zijn vervloekt. De ziekte. Hé, maar dit is allemaal knap lastig. Ik heb geen broek meer nu. Of wel? Heb ik nog een broek? Nee hoor. Misschien hè, ik zit even te denken. Ik heb allemaal van die drankjes. Oh, dat is ook misschien wel goed om te doen. Onmiddellijke genezing heb ik hier. Ja, daar heb ik geen moer aan. Regeneratie is nog wel oké misschien. Maar, ik ga hem gewoon nemen. Maar echt, je kunt 2 klappen van die monstertjes. Je bent er geweest, hè? Oké, let's go. We moeten gewoon elkaar doorlopen. Ik heb er gewoon in af. Ik viel in een gat. Ik ben dood. Oh, dat gat val je dus uit. Mooi, ga ik daar niet naartoe. Oh, 1 klap van zo'n klein zombietje. Het is einde verhaal. En ik hoor op rechts van me. Ik vind het lastig. Hier is een deur. Ja, dat is mooi. Ik weet niet waar hier is. Het is pikkerdonker. Ik zie geen moer. Oh, hier. Ja, jij bent. Achter je. Oh.
Ik schrok me rot. Oké. Goed. Kijk, als je hier rechtdoor loopt gewoon. Ja. Ja, ja. Hier komen we vandaan. Ja, oh ja. Hier, fijn dat jij... Hier een deur. Oh jongen, echt, dat had ik alleen nooit gered. Maar die kan niet open. Want... Jij hebt een sleutel. Heb ik een sleutel? Nee, ik heb een sleutel. Yes. Heb ik een sleutel? Ja. Heb je goed. Nee, weet ik veel. Die moeten we dus vinden, denk ik, ergens. Hé, hey, maar er spannen helemaal geen trolletjes meer. Oh, mooi. Dat waren rotrolletjes. Oh, kijk, hier moeten we heen. Ik kom je al op aan. Ik hoor zeg maar het geluid. Ja, ik zie je. Ik hoor het trolletje wel. Kijk uit, is het een gat? Ik hoor... Dat gat moet je dus niet in. Hou shift in dus. Ja. Nee, dat loopt niks. Oh, die gaat zijn link. Oh, linkwiegeltjes. Hier, je kunt zelf ook het gat douwen. Ik moet echt, serieus, één zo'n klap, halve hartjes. Allemaal weg, voetsie. En die fakkel ook gewoon, dat je dat gewoon niet ziet op 3 meter afstand. Dat is ook wel bijzonder. Ik sta even in de hoek bij te komen hoor. Beetje op adem komen. Ik hoop die trolletjes niet eens terugkomen. Je ziet ze bijna niet voorbij komen. Fantastisch. Goed. Kom maar. Ja, ja. Heel erg ook. Hup. Volgens mij moeten we hier. Hier. Oh, pas op, gat. Oh, moeten we parcours doen? Heb ik zo'n hekel aan. Jij bent een man van het parcours. Ja, daar ben ik fantastisch goed in, maar niet juist. Ik volg jou. Oh, ik spring nu mijn kop tegen het dak aan. Oké. Okay. Oh man. Oeh, oh. Gewoon doorspringen. Gewoon door. Gaat in naar de muur, je kunt gewoon door. Yes. Oh, wat heb ik hier een hekel aan? Maar niet een klein beetje hoor, heel erg. Hij is een pijl. Wat voor pijl? Oh, pijl die kant op. Oh ja, oké. Okay. Oké, okay, nou, dit wordt de sprong rechtdoor. Oh, kom op, hè. Dat kun je. Nee hoor, de mazzel. Oh man, dit wordt een lange avond. Oh, ik ook. Oh, dit wordt een hele lange avond. Oh, wat heb ik een hekel aan parcours. Maar die trolletjes zijn dood, mogen we ervan uitgaan dat die niet weer komen. Ik vraag het maar. Was dat nu hier dan de trap af? Ja, hier de trap af, denk ik. Nee, dan staan we weer buiten. Nee, gewoon hier. Doorlopen. En dan moet ik kant op. En hier is een gat. Oppassen. Daar is ook weer een gat. Oppassen. Hier. Oké, okay. Niet over nadenken. Gewoon doen. Bam. Bam. Niet over nadenken. Als ik over nadenken, gaat het mis. Hier ging het dus. Oké. Okay. Ik zie al waarom. Kijk eens. Je moet daar waar jij staat, moet jij staan. Anders stoot je kop tegen het dak. Oh. Ik hoor weer trolletjes. Oeh, ik spring twee keer. Oeh. Oh man, hier in de hoek. Even zo schuin springen. Zwaarder aanslag. Ik marcheer schuin hier naartoe. Oh. Yes, daar ben je. En... Ja, zijn ze weer. Slaan. Twee, nog één. Voordat ze bij ons zijn, gaan. Haha! Zo, in your face, trolletjes. We staan op de kantelen van iets. Is de master button. Oh, even kijken of hier wat hier is. Dit is de afgrond waar je ten alle tijde niet met je rug naartoe moet staan. Kijk eens, dit hier. Niet met je rug, elke klap die schiet je naar achter een einde verhaal. Dus je moet een beetje hier zo in de hoek blijven, denk ik zo. Hoe heet hij ook alweer? Hij heet Magmo. Ja, of we worden weggezet, dat kan natuurlijk ook alweer. Nou, ben je zover? Yes. Oh, gaat weer kapot binnen 5. Wat gaan we nu doen? En ik hoor weer spinnetjes. Doe het licht eens aan, jongens. Ik heb echt. Oh, dat is fijn. Prettig. Er is weer een poort open. Dat zou heel fijn zijn. Ik ben hartstikke ziek. Hoepel op. Hoepel op. Mag me op.
Oh. Maar dit was dus net wat we deden, was net level 2, nu gaan we level 3 in dus, hè? Ja, ik ben er door de portal heen. Nee, nog niet, kon aan. Dit yes. Vind jij fantastisch. Dit is gewoon Diablo, joh, het laatste level. Vet. Oké. Okay. Maar wat ik hier minder fantastisch aan vind, is het parcoursverhaal. En magma kubusjes die er blijven zo af kunnen douwen. Wat is dat een magmo? Ziet eruit als een magmo. Ik hou shift in. Hij kijkt niet blij. Een hele grote was dat. Dat is magmo niet, hè? It's too good to be true. Man, dat slechte zicht, dat is echt een ramp. Veel te snel overmoedigen. Ja, maar soms moet je gewoon. Soms moet je in jezelf geloven. Ik schrik me af en toe wel even de pleurs van jou. Maar goed. Dat red ik ook alweer. That's what she said, okay. Op, gaat nog door. Ik heb gevoeld de rondjes lopen, maar het zal aan mij liggen. En nu? Hier. Hoepelop, hoepelop, hoepelop. Oh! Die grote, joh. Die komen af en toe gewoon even tevoorschijn. Ik loop nog steeds schuin. Ben je er nog ergens in de buurt? Ja, daar ben je. Oké. Maar is magma, joh. Dit hebben we lang genoeg gedaan. Nog een keer, tuurlijk. Weer een knop. Oh, gaat het weer. En we zijn nu. Het wordt er niet lichter op. Het wordt wel lichter op. Oeh, dit is magma. Oeh, dit is, die is heel groot. Ik heb het gedaan. De nachtmerries kunnen nu naar de echte wereld. Nou, kom erop dan, joh. Als ik. Waar ben jij dan? Ja, hier. Ik sta. Ik ben om magma heen aan het. Nou, misschien moet ik een klein beetje afstand houden en eens even wat met mijn boog gaan doen. Ik zie jou helemaal niet. Ik ben er wel hoor. Ik sta op magma te schieten met een pijl en met een boog. Dus als jij hem daar houdt en hij niet naar mij komt, lukt dat prima. Maar ik zie zeg maar wel dat je schiet, maar ik zie jou niet. Oh, dat zal het komen door het vele warpen. Het is wel een hele grote. Hij is ook sterk. Kom op, magma, we kunnen hem hebben. Oh, ik ben bijna dood. Even kip eten. Gewoon even een kfc'tje doen. Maar ik voor mezelf. En nou moet hij mij hebben, kerel. Nou, hier sta ik natuurlijk wel veilig voor. Ik moest even bijkomen. Nou, maar het is wel een sterke. Ja, het is een taai. Kom maar op. Ah. En wat laat je. Oh, hij heeft nog twee kleine broertjes. Die zijn natuurlijk minder. Oh, die zijn een stuk minder sterk. Het is vooral de eerste vorm die heel sterk is. Hey, een CD. Ik heb hem opgepakt. Ik zie jou dus nog steeds niet. Maar ik heb hem wel opgepakt. Dus vertrouw erop dat dit vreselijke liedje op de goede plek in de jukebox komt. Die hier staat volgens mij. Yes. Ready? Hier gebeurde natuurlijk wat, of niet? Zo klonk het even. We zijn te laat. Wat gebeurt hier? De corruptie is begonnen. Oh. En er valt hier een compleet setje met iets. Wat is dit? Hier gaat een deur open. Fallen Defender broek. Die trek ik lekker aan. Wat heeft jouw borst voor... Oh, wat gebeurt hier? The smell of fresh air. Wie zegt dat? Wat de? Huh? Wie is dat? Vraag jij je af. Ja, wie is dat? Maar even to the point. Wat heb jij op jouw borst zitten voor? Mijn borsten hebben 7 armen. Oh, 7, dat heb ik hier ook.
En je helm? Mijn helm heeft 4. 4, de mijne ook, dat heb ik hier ook liggen. Mijn broek heeft ook 7 armor, ja. Die bij jou 9. Nee, die is mijn borst had 9 en mijn broek 7. Schoentjes hebben 4. Ja, nee, dan zijn we er helemaal. Volgens mij kunnen we er op dit moment niet beter aan toe zijn dan we zijn. Hey, hier is een deur opgegaan. Waar? Ik dacht we liepen. Ja, ik was wel door, maar jij ziet mij nog steeds niet, dus. Nee. Ik ben er echt hoor. Ik zie jou wel. Dat is heel irritant. Nou, je kunt natuurlijk even uit en in kijken of dat helpt. Zien we nu wel? Yes. Nou, fantastisch. Zo, ik ben wel fijn dat we even weer wat zien. Weet je, daglicht zou ik ook niet verkeerd vinden. Als het allemaal zo donker is. Vind ik ook wel eens lekker als je dan in de Nether geweest bent. Je komt er dan weer uit en je denkt van, hè, lekker. Hé, hey, we hebben nu quest nummer 3 hebben we voltooid. Volgens mij. Ja, het gaat goed hier. Hé, hey, een panda beertje. Of een skelet. Heel eng skelet. Het is skelet. Een skelet. Ah. Zijn we hier helemaal terug op volle kracht hier. Maar wij zijn ook sterk. Zal hier nog wat veranderd zijn? Denk ik niet, hè? Nou, het lijkt. Oh! Behalve dat daar de boer even wat ontploft nu. En dat. Waar? Nee, daar ontploft iets. Waar? Zat er een. Oh, allemaal kribbetjes! Oh. Oh. Dat is nog niet zo even snel herkend. Dat waren allemaal creepers. Hm. En die hadden weinig goeds in de zin. Hé, hey, een deur. Is dat nieuw? Volgens mij wel. Ja, maar hij gaat niet open. Dus moet. Oh! Ho, 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 ho. Ah. Zo. Niet blij. Een kleine waarschuwing vooraf was ook niet verkeerd geweest, maar vooruit. Goed. Speed. Het zou kunnen zijn dat de boel dus aan het corrupt aan het worden is. Dat we dus nog meer van dit soort leuke verrassingen krijgen als we die kant op lopen. Ah, ja, dat is natuurlijk. Yes. Ik heb wel genoeg gegeten, dus ik moet alleen even bijkomen. Brand uitgebroken hier. Oh, kijk! Oh, dat had je moeten zien. Ik zag wel iets gebeuren net even snel, maar... Het hele huis is hier ontploft. De blacksmith moet er nog wel zijn met zijn mooie spullen, want daar wil ik straks wel wat van hebben. Oh, is een blaze. Oh. Is er ook ergens water in de buurt? Nee, dat is... Oh, ghast! Dan lelijk het zeg. Oh, ik wil niet dood. Ah, ik ben dood. Zo, de mythes die zijn. Oh, we beginnen wel in de stad, dat is prettig. Ik begin meteen weer in de fik ook trouwens. Is dat ergens dat grachtje van jou hier ergens? Grachtje van mij? Ja, dat vaartje. Oh man, is hij sterk? Die heeft ook echt een super zwaard, hè? Daar gaat het ook om. Maar tot nu toe komen die monsters niet elke keer weer terug als je ze dood hebt. Dus misschien... Weet je wat het is? Die gasten hebben hetzelfde zwaard als dat wij hebben. Dus ja, dat wil wel. Ik ben even die blazes aan het weghalen, want daar word ik altijd een beetje zenuwachtig van. Blazes en ik, wij kunnen niet zo goed met elkaar. Hier is ook nog één. Achter dit, het etablissement. Op! Hop. Goed. Ja. We moesten... Zo. We moesten naar de... naar het centrum, hè? Naar de... Je moet even kleren aantrekken. Heb ik niks meer aan? Oh. Nou, je mist iets. Yes. Heb ik wel schoenen ergens? Dacht ik wel. Dat er wel een schoen had liggen. Ja, hier. Helden! Heroes! Helden, we zijn verdoemd. Ze hebben alles kapot gemaakt. Nou, waar is de... Oh. Maak je niet druk. We gaan het kasteel innemen, Paul. Dat zeg jij nou net. En jij gaat ook demonen in je pad verslaan. Dat heb je ook gezegd. Dus ik denk... Mag jij hier even? Dan loop ik wel even achter je aan. Hé, oh. Hey, zijn allemaal mannetjes. Waar ben je? Ah, kijk, hier is je blacksmith. Waar is de blacksmith? Wil ze inmiddels wat minder, hè? Want nog steeds 4 goud. Ja, nog steeds 4 gaan. Ja, wat is de afzetter? Joh, hallo, we komen hier doorbrengen. Wat is de belachelijke prijzen dit? Nou, doe maar.
De mazzel. We gaan naar het kasteel. Precies. Ha! Puh. Zoek het maar uit. Oh, daar is zo'n schiet. Oh, super stoer hier de brug op. Kut lopen. Bam. Oh. Het is een soort van mega-skelet. Oh ja, zo'n zwarte. Die zwarte? Ah. Wat jij, joh. Wat jij. Hier. Oh, ze zijn wel heel sterk. Wacht even. Even een stukje teruglopen, even een stukje teruglopen. Niks aan de hand. Zo. Oh, we zijn verschrompeld hier.